Ja, dat is niet normaal. Hè? Ik bedoel, uh, die competitie die is uh, op alle vlakken... Uh Volgens mij een pak sterker geworden. Die topploegen die hebben uh, ja, ongelooflijk inspanningen gedaan om hun ploeg nog te versterken. Met gevolg dat de uh, ploegen, uit, laat ons zeggen, de rechterkolom, dat die ook allemaal versterkt zijn. Dus in principe, op papier is elke ploeg versterkt. Dus uh, ik denk dat het een, uh, een heel uh, ja, spannend zou ik niet durven zeggen, maar een heel hoogstaande competitie gaat worden. Waar dat er een drietal uh, topfavorieten zijn. En al die andere ploegen die gaan elke week nog moeten spelen voor de punten.